Goedemiddag, welkom bij deze informatiesessie van het Nederlandstalige bachelorprogramma Bedrijfskunde van Rotterdam School of Management van Erasmus Universiteit. Mijn naam is Adrie Meidam, ik werk als directeur van de twee bachelorprogramma's, het Nederlandstalige Bedrijfskunde, waarvoor we vanmiddag zitten, en het Engelstalige International Business Administration. Maar belangrijker, ik ben niet alleen vandaag, we hebben een van onze voormalige bedrijfskundestudenten gevraagd om iets te vertellen over het hele traject door de studie, over wat ze tegenwoordig doet en hoe de link zit tussen het programma en het werk van dit ogenblik. Annemiek, yes, jij bent bij ons vandaag. Zeker, omdat je wat dingen met ons wilt delen. Kun je eerst wat over jezelf vertellen? Hoe je heet, waar je vandaan komt, waar je op school gezeten hebt? Ja, tuurlijk. Mijn naam is Annemiek Broeders. Ik kom oorspronkelijk uit het Brabantse Oosterhout. Daar op de basisschool gezeten, middelbare school. En daarna toch echt wel uitgevlogen naar de grote stad. Inmiddels eigenlijk bijna 10 jaar dus woonachtzaam in Rotterdam. En dat bevalt goed. Voor de studie bedrijfskunde gekozen. Dus vandaar inderdaad dat ik hier met jou mag zitten vandaag. Ja. Waar zat je op school in Oosterhout? Het Oelbert College? Nee, anders? Op het Frenke College. Het Frenke College, ja. Ik ken de buurt, ik woon in Breda. Oh ja, nou, toevallig. Ja. Heb je er bewust voor gekozen om gelijk dan te verkassen, zo gezegd? Toen je besloten had van dan moet Rotterdam worden en dan ook maar gelijk in Rotterdam wonen? Absoluut, ja. Ja, de reistijd was een ding, maar ook was ik wel toe aan de volgende stap. Je kijkt toch uit ook naar je studentenleven. En dat was echt een logische stap om die wel te gaan zetten. Dus lekker op kamers gegaan, huisgenoten erbij. We gaan het straks over je baan hebben. Ik ga nog even terug naar dat moment, want zeg maar op een gegeven ogenblik. Als je in 5, 6 VWO zit, dan ga je waarschijnlijk afvragen van wat zal ik daarnaast gaan doen? Ga ik studeren? Ga ik werken? Ga ik iets anders doen? Ik ben even benieuwd aan wat voor studies je toen dacht en later ook aan wat voor plekken, hoe dat keuzeproces ging. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Ja, ik ben over het algemeen iemand die vrij constant presteerde, wat gemiddeld eigenlijk op de 6 uitkwam. Dus dat maakte wel dat toen ik wilde gaan kiezen is vraag 1, waar ben je goed in? Nou, dat werd niet gelijk aan de cijfers duidelijk. Dus ben ik meer gaan kijken naar wat vind ik dan leuk. Nou, dat was op zich wel. Ja, wiskunde ging me gewoon goed af. Werd ik niet super blij van. Maar dat vond ik echt nog wel gewoon leuk om te doen. De talen vond ik ook wel oké. Maar ook daar zag ik niet echt in van. Ik wil een talenstudie doen. Dus ik ben meer op een gegeven moment uitgekomen op de wegstreeptactiek. Dus ik merkte wel dat echt de culturele studies, dat was het niet voor mij. Ik had een E&M profiel, dus alle natuurkunde, geneeskunde, al die achtergrond viel natuurlijk weg. Dus dat was geen mogelijkheid. Dus vervolgens bleven er nog een aantal studies over, wat toch inderdaad in de bedrijfskunde, bedrijfseconomie uitkwam. Heb je nog andere studies overwogen dan bedrijfskunde? Ik heb nog naar fiscaal recht gekeken. Maar daarin merkte ik gewoon dat er toch wel behoorlijk veel lezen, schrijven is. En ik dacht, bij bedrijfskunde kom ik toch op een ook iets meer praktijkgerichtere studie uit. Ja. Oké, dus op een gegeven moment ergens op 5 of 6 VWO heb je de conclusie getrokken van het moet maar bedrijfskunde worden. Ja. En toen kwam natuurlijk de vraag, waar ga ik dat doen? Want hoe heet het? Als je in Oosterhout woont, dan is Tilburg het dichtstbij, denk ik. En er zijn nog een paar plekken waar je bedrijfskunde kunt studeren in Nederland. Ja. Waarom moest het zo nodig Rotterdam worden? Ja, Rotterdam sprak me sowieso al wel aan als stad. Ik kwam er af en toe, niet super vaak, want inderdaad andere steden lagen voor mij dichterbij. Daarnaast heb ik een oudere zus en die ging ook studeren in Rotterdam. Dus ik dacht, dat is ook natuurlijk wel een extra pluspunt om dan ook die kant op te gaan. Daarnaast heb ik hier een meeloopdag gevolgd. En dat stimuleerde ook wel. Dat ik dacht, ik voel me hier gewoon fijn, ik zie mezelf hier rondlopen. Wat is dat, een meeloopdag? Met een meeloopdag loop je eigenlijk een dagje of een halve dag mee met een student die op dat moment dus die studie volgt. Vul me aan als het veranderd is, maar hoe ik het heb meegemaakt is dat je een deel van een college hebt, dat je dat ging bijwonen. Dus dat geeft echt een goed beeld bij hoe ziet zo'n collegezaal eruit, hoeveel mensen zitten er nou in zo'n zaal, hoe ziet een professor eruit, want als je het woord professor hoort, denk je toch een beetje aan een verstrooid type. Ja, dat geeft gewoon toch een beeld, dus dat is leuk om mee te maken. Daarnaast spreek je iemand die dus de studie doet. Dus dat geeft gewoon veel inzicht. Die kunnen je vertellen over wat er allemaal voorbij gaat komen in je eerste jaar. Maar ook daarna, wat je daarna nog kunt gaan doen als een master. Dus dat geeft gewoon wel net even wat meer beeld bij wat houdt zo'n studie in. Ja. Oké, dus wat een heel aantal overwegingen. Uiteindelijk kwamen we dus luid en duidelijk op Rotterdam uit. Rotterdam was vrij duidelijk. Ja. Zou je iedereen aanraden om gelijk in je eerste jaar zo'n kamers te gaan?
Ja, ik denk dat het toch wel voor iedereen verschillend is. Als je dichtbij woont, kan ik me voorstellen dat reistijd, als dat echt geen ding is, dat het misschien makkelijker of comfortabeler is om ook nog even thuis te blijven. Nu de tijd is denk ik ook wel even een beetje veranderd, dus dat kan misschien ook nog wel meewegen. Voor mezelf, ik dacht wel, dit hoort er gewoon bij. Ik ben student en dit is iets wat daarbij hoort. Het op kamers gaan, een stuk zelfstandigheid. Nou waren mijn ouders sowieso niet degene die me ook op de middelbare school volgde met welke vak of wanneer ik toetsen had. Dus op zich die zelfstandigheid had ik ergens al opgebouwd. Maar ik kan me voorstellen, zodra je op kamers gaat, is er echt niemand bij wijze van die nog in de gaten houdt hoe laat je opstaat of je op stap gaat door de weeks. Dus wat dat betreft voor mij echt een mooie aanvulling wel op het student zijn. Ja, aanbevolen dus. Ja. Ik maak even een sprongetje naar je huidige werk. Ja. Wat doe je voor de kost? Waar zit je? Hoe heet je baan? Hoe ziet je dag eruit? Ja, leuk. Ik werk nu voor de KLM. Ik ben daar Lean Six Sigma Consultant. Ik kan er zo misschien even iets verder op ingaan. Ik zeggen, dat zijn een paar ingewikkelde woorden op een rijtje. Dat is een mondvol. Ik weet ook, zeg maar, consultant blijft ook een beetje een vaag begrip. Dus wat doet een consultant? Mm-hmm. Nou ja, ik werk dan voor KLM. Daar zijn gewoon verschillende vraagstukken, weet je. Een manager is bezig met managen. Een stewardess is gewoon aan het vliegen. En soms helpt het gewoon als er iemand in het bedrijf is die mee gaat denken. En een manager bijvoorbeeld kan helpen in, nou, ik zie daar iets wat kan veranderen. Mm-hmm. Laat me jou daar een advies over geven. Dus op die manier probeer je adviezen te geven. Dus je bent een soort van interne consultant, lijkt het een beetje. Ja, klopt helemaal. En richt zich dat dan op bepaalde delen van het bedrijf? Gaat het over de hele KLM of over een specifieke sector? Ik heb geen verstand van KLM hoor. Ja, hopelijk vlieg je wel eens met KLM. Ja, dat komt voor. Ik werk dus als Lean Six Sigma consultant. Lean is een bepaalde methode die zich bezighoudt met het verbeteren van processen. Dat klinkt naar zeg maar zo simpel, zo slank mogelijk? Ja, klopt. Wat een heel sprekend voorbeeld is, is bijvoorbeeld als een vliegtuig landt, staat het aan de grond, dan moet het vliegtuig schoongemaakt worden. De koffers moeten eruit, er moeten nieuwe koffers in. Passagiers moeten eruit, passagiers moeten erin. Vanuit de gedachte wil je dat natuurlijk zo soepel mogelijk laten verlopen. Mm-hmm. En je wilt niet dat zodra de passagiers bijvoorbeeld al wel zouden kunnen instappen, dat de schoonmakers nog niet geweest zijn. Dus alles moet wel in een bepaalde volgorde gebeuren. En het liefst dus ook inderdaad zo soepel en zo snel mogelijk. Dus met Lean en met Lean Six Sigma hou je dus bezig met hoe kan je dus zo het proces gaan inrichten dat je dus precies op tijd bijvoorbeeld de schoonmakers klaar hebt staan. Dat je precies op tijd de bagageafhandelaars klaar hebt staan. Mm-hmm. Klinkt heel spannend, zeker als je het over de vliegtuigen hebt. Zelf zit ik iets verder naar achter in het proces. Ik werk voor de IT-afdeling. Jij staat niet op het platform om te kijken hoe snel een vliegtuig leeg is of dat de schoonmaakploeg er al uit is. Nee, dat is bij mij niet voorgekomen. Mm. Collega's wel. Dus over het hele bedrijf zijn er mensen die deze rol vervullen. Mm-hmm. Ik vervul hem over het algemeen binnen IT. Neemt niet weg dat ik af en toe ook wel op andere plekken kom. Zo heb ik ook een project gedaan wat ging over het aannamebeleid van de piloten. Dus dat is echt wel een project. Dat lijkt me iets heel anders dan. Dus wat we daar inderdaad hebben gedaan, of wat ik daar ook in heb gedaan, is zodra een piloot start met de pilootopleiding, komt hij al in contact met dus KLM als werkgever. Mm-hmm. Omdat er natuurlijk niet heel veel werkgevers zijn waar piloten worden aangenomen. Ze hebben een aantal psychologische tests, ze hebben tests in een simulator. Daar gaan gewoon best wel veel kosten ook mee gepaard. Mm-hmm. Dus wat je wilt is zo vroeg mogelijk constateren of zo iemand geschikt is om aan te nemen. Ja. Dus je wilt niet dat de meest kostbare test helemaal aan het begin zit. Want stel dat er daar heel veel afvallen, maak je bijvoorbeeld heel veel kosten. Dus je probeert het proces zo in te richten dat je zo efficiënt mogelijk en ook met zo min mogelijk kosten door het proces gaat. Ik begin er een beeld bij te krijgen. Het is een beetje een beeld. Tijd zal geld zijn, hè? Ik zie wel eens natuurlijk als ik zelf vlieg, zeg maar, dat die keertijden van vliegtuigen, dat is kort, die staan aan de grond en die moeten een half uur weg. Er moet heel veel gebeuren. Ja, en dat gaat dus nooit lukken als dat spontaan ter plekke verzonnen wordt. Dan zijn we een uur later nog niet weg, denk ik. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat er een soort, oneerbiedig puzzelwerk achter zit. Ja. Dat je nagedacht hebt van wat moet waar op welke plek gebeuren, op welke tijd, wat is de volgorde, et cetera. Ja. Klopt dat een beetje? Ja, absoluut. En ik denk waarom het soms zo handig is om zo'n consultant of de rol die ik vervul daar op te zetten is als stel jij zou starten als bagagehandelaar, dan afhandelaar, dan
wordt jou gewoon verteld. Nou, op een gegeven moment krijg je een piepje. Dan ga je richting het vliegtuig. Mm-hmm. Nou, je gaat met die koffers in de weer. En dan ga je weer door en dan ga je door naar het volgende vliegtuig. Dus dat is het stukje van het proces wat jou verteld wordt en waar je weet van hebt. Mm-hmm. Maar er is zoveel meer in het proces en jij bent daar een onderdeel van. Maar je ziet het niet, omdat je zelf dat onderdeel alleen maar uitvoert. Ja, dus als je dan al die mensen eens een keer bij elkaar zet en je gaat kijken naar... Oké, dus jij doet die bagage. Wie zit er eigenlijk voor jou? Dus waar wacht jij op? Of wie komt er na jou? Door dat een keer in kaart te brengen, zul je zien dat het soms helemaal niet het meest logisch is dat eerst de schoonmakers gaan of eerst de bagageafhandelaars. Kijken hoe dat klinkt ook een beetje als een soort van ketenbenadering. Ja. Het is dus kennelijk cruciaal dat alles op het juiste moment in de goede volgorde et cetera gaat. De geschiedenis inderdaad van deze methode... gaat terug tot in echt het fabriekswerk. Ja, dus dat je echt gaat meten van hoeveel seconden kost een handeling. Hoe snel kun je de machine dan aanzetten. Ja, ja. Waar ik dan wel nieuwsgierig naar ben. Zitten er dan vakken in de bedrijfskundeopleiding, het bachelor of het master, zeg maar, waarin op dit soort zaken ingegaan wordt? Ja. Ja, één op één zal het denk ik nooit zijn. Nee. De praktijk blijkt toch altijd anders dan de theorie. Een vak in het eerste jaar, misschien is het veranderd, was voor mij primaire processen. Mm-hmm. En daarbij kijk je dus inderdaad naar een proces. Je gaat er berekeningen op loslaten. Daar gaat het ook met name wel over wachtrijmethodes. Ja, precies. Ja, en dat vond ik sowieso echt een heel leuk vak. Wat me daarin aansprak is, het is soms heel logisch. En ik weet gewoon als je... Als je in de supermarkt staat, dan moet je een kassa kiezen. In de supermarkt kies je een rij omdat je denkt dat die het snelste is. Maar dan heb je toevallig net iemand die iets moet retourneren of iets wat kapot is gegaan. Waardoor dat dus niet de snelste rij was. Ja. Wat je bijvoorbeeld bij, volgens mij een IKEA heeft dat vaak. Die maakt gewoon één hele lange rij. En die selecteert zeg maar pas zodra je aan de beurt bent van jij mag naar kassa 1 of naar 4. Dat je dus kunt gaan kijken welke van die methodes werkt dus sneller. En dan is inderdaad... Het is allemaal over nagedacht. Met berekeningen. Oh, grappig. Ja, ik meen te weten dat lang niet alle bedrijfskundecenten primaire processen nou zo'n leuk vak vinden. Nee, ik heb er ook een extra keertje over gedaan om het te halen. Ja. Ja, dat is niet het makkelijkste. Ik weet wel, er zat ook zo'n case zat er volgens mij in. En tegenwoordig werken ze ook met een code om zeg maar daarmee te oefenen. Ja. En niet een heel simpel vakje. Nee. Want vond je het leuk toen je het destijds had? Want toen wist je misschien nog niet wat je ging doen later. Nee, het is wel inderdaad ook een proces. Mm-hmm. Toen ik dat vak deed, dacht ik wel, het was best pittig. En het gevaar daarin wel is, als je weet, in een week zijn er bijvoorbeeld veel leuke activiteiten in het studentenleven. Dat je soms een week denkt, dan laat ik even het studeren. Misschien gaat even iets meer naar de achtergrond, want deze week heb ik veel activiteit op de planning. En dan daarna pak ik het weer op. Maar in de tussentijd is die stof natuurlijk wel gewoon verder gegaan en loop je dus een beetje achter. En als je dan gewoon niet snel genoeg bij kan trekken, is dat best pittig. Dus ik denk zeker de eerste keer toen ik het vak deed, heb ik me daar wel een beetje op verkeken. Dus vooral het bijhouden en die zelfdiscipline is echt wel belangrijk. Ja. Wist jij, toen je aan de studie begon, wat je bij wijze van spreken later zou willen worden? Nee, ik ben niet zo iemand die dat al van jongs af aan wist. Mm-hmm. Het is ook een beetje hoe mijn studiekeuze is gegaan. Je merkt gewoon zodra je in klas 5, 6 zit, dat sommigen hebben heel duidelijk een beeld waar ze naartoe willen. En die weten dat misschien soms echt al vanaf de kleuterschool. Mm-hmm. Nou, dat had ik absoluut niet. Ook tijdens mijn studententijd had ik echt nog geen beeld bij welke werkgever zou ik willen werken. Moet het een groot of een klein bedrijf zijn? Zelfs in mijn master heb ik echt nog wel bij meerdere bedrijven en partijen gekeken van wat spreekt me nou aan. Dat heeft eigenlijk ook wel gemaakt, zeg maar, voordat ik echt bij KLM ben begonnen met werken, heb ik een traineeship gedaan. Ah. Wat heel erg leuk is. Want dat... leg even uit voor onze gehoor wat een traineeship is. Ja, dat... waar ik werkte heette Young Goldfields. Mm-hmm. En dat is een bedrijf waar net afgestudeerde mensen naartoe gaan. Daar krijg je een contract voor 2 jaar en in die 2 jaar word je bij verschillende bedrijven geplaatst. En dat maakte dat ik bijvoorbeeld eerst bij ABN AMRO een jaar heb gezeten en toen een jaar bij KLM. Mm-hmm. Dus dat gaf mij iets beter beeld bij hoe ziet de corporate wereld eruit, dus de wereld van de grote bedrijven. Zo'n traineeship, het had ook kunnen zijn dat je bij een gemeente was komen te zitten of...
Ja, weet je, dat geeft gewoon wel een mooie start aan je carrière. Omdat ik in ieder geval toch een beetje heb kunnen proeven van verschillende bedrijven. Een soort van tussenstap, zeg maar. Dat je echt kunt snuffelen aan een bedrijf. Een beetje kunt ontdekken, zeg maar, waar je belangstelling ligt. Ja, en weet je, zo klinkt het bijna als een soort van stage. Ik denk, je bent oprecht natuurlijk wel gewoon aan het werk. Je wordt ook wel, er wordt echt wel van je verwacht dat je ook aan het werk gaat. Maar het is wel gewoon heel leerzaam. En ik denk zeker voor grote bedrijven is het soms interessant om iemand die eigenlijk net uit de schoolbanken komt, om iemand met die blik, gewoon nog heel eigenlijk onwetend wat er in de werkende wereld gebeurt, die persoon gaat vragen stellen. Gewoon, waarom doe je dit eigenlijk? Of waarom werkt het hier zo? Kan soms heel verhelderend zijn voor zo'n bedrijf. Werkt aan twee kanten heel goed. Zeg maar, zij konden leren van gewoon het feit dat ik heel veel vragen stel op zo'n plek. En ik kon er heel veel van leren. Ja, om te zien wat gebeurt er nou in het werkende leven. Wat voor rollen zijn er nou? Want hè, wat je zei, wat is een consultant? Wat is een traineeship? Ja, dat kom je toch pas echt te weten zodra je ook aan het werk gaat. En dat heb ik wel geleerd. Wat master heb je gedaan trouwens? Ik heb een master innovatiemanagement gedaan. Innovatie, ja. Ja. Ik neem aan dat dat een bewuste keuze was. Op een gegeven moment, ergens tijdens je bachelor ga je je afvragen van welk master zal ik eens doen? Ja. Van het hele palet wat de RSM aanbiedt. Ja, een stuk of 13, 14, dus is keuze zat. Ja, wanneer wist je dat het die kant op ging? Ik merk wel dat gewoon de snelle wereld, ik vind het ontzettend interessant, zowel op technisch gebied, maar ook juist het sociale aspect vind ik daarin heel interessant. Dus die studie sprak me daarin wel het meest aan. Ja, dus ik heb ook nog naar de sustainability gekeken en de change in consulting. Mm-hmm. Ik dacht, ik vind het mooi om dingen in verandering te brengen en om het te zien. Ja, en had je het idee toen je eenmaal besloot had, oké, ik ga zo'n master in innovatiemanagement doen, en dan leg ik me al een soort vast op een soort van carrière, dan weet ik al zo'n beetje hoe mijn toekomst eruit ziet. Of speelde dat toen nog steeds niet? Je wordt je er wel bewuster van, omdat je merkt, zeg maar, in je bachelor voel je nog van het werkende leven is nog best wel een paar jaar vooruit. Als je in je master zit, begin je toch wel te voelen, ik ga bijna aan het werk. Dus dat maakt je echt wel bewust van, wat ga ik hier nou dan doen? En ja, ook in je omgeving, in je vriendengroep, merk je dat mensen op dat punt zijn aangekomen. Dus de eerste start al met werken. Komt er een stukje serieusheid in het studentenleven? Precies, dat ga je echt wel merken. Dus dat heb ik ook wel gevoeld. Ja. En dat proces van een eerste baan zoeken. Ja. Wanneer begint dat? Wanneer ga je een beetje fine-tunen wat het zou moeten zijn? Hoe gaat zo'n proces? Ja, best ook even wennen hoor. Want inderdaad wat ik zei, in het laatste jaar begin je wel een beetje te oriënteren. Dus er zijn verschillende partijen die ook evenementen aanbieden waar je naartoe kunt. Mm-hmm. Dus die Star Management Week. Die bestaat nog steeds. Daar kun je ook gewoon al in contact komen met bedrijven. En die geven dan vaak een presentatie. Dus op die manier kun je al een beetje oriënteren. Uiteraard ga je ook gewoon even op internet rondsnuffelen. En gewoon bedrijven die je eigenlijk met name ook kent, ga je dan toch denk ik snel opzoeken. En ik ben ook nog naar het evenement van ISEC geweest. Oh ja. Women at the Top event. En daar was iemand van Young Goldfield. En ja, dat waren twee jonge mensen die daar zo iets stonden te presenteren waar ik enthousiast van werd. Dat ook voor mij wel eentje was die was bijgebleven. En toen ik inderdaad op zoek ging, dat ook wel echt een partij was waarvan ik dacht, ik ga eens even op jullie website kijken. Ja. En hoe is het toen precies gegaan, zeg maar? Je moet dus uiteindelijk wel ergens binnenkomen. Ja, blijft spannend. Wat ik heel erg merkte is, je komt net uit de schoolbank. Dus dat maakt ook een beetje van, waarom wil iemand nou, zeg maar, als je net start, er zijn ook mensen die ervaring hebben, wil een bedrijf dan toch niet liever iemand met ervaring? Mm-hmm. Ergens ben je gewoon bewust van, ik ben echt een starter op de markt. Maar ook daar is gewoon heel veel aanbod in. En zeker grote bedrijven hebben vaak dus die traineeships. Er zijn ook traineeships zoals ik hem heb gedaan. Dus echt een bedrijf wat speciaal gemaakt is voor mensen die net afgestudeerd zijn. Voelt het ook een beetje of je ervoor moet vechten om ergens binnen te komen? Of viel dat dan nog wel mee? Ja en nee. Je weet dat je een baan moet gaan zoeken. En dat levert best wel een beetje spanning op. Mm-hmm. En het is nooit leuk om afgewezen te worden. Dus zodra je ergens enthousiast van wordt en je schrijft die motivatiebrief, dan wil je het natuurlijk wel graag worden. Mm-hmm. Ergens ellebogenwerk gaat me te ver, maar ik merkte wel, ik wil dit gewoon graag. En je hebt vaak assessments bij bedrijven, dat je toch, ergens maakt het je ook een beetje onzeker dat, dan moet je een persoonlijkheidstest doen. Wat nou als je niet door een persoonlijkheidstest komt? Dat doet best wel iets met jou als mens. En datzelfde voor test waar je IQ meer wordt getest. Mm-hmm. Dat je denkt, ik heb dan wel die
master gedaan en ik heb een universitaire studie. Wat nou als ik zo'n test niet haal? Ja. Ja. Dat is toch redelijk stressvol? Of, ja, nou dat is echt wel spannend. Ja, ja, ja. Ja. En ben je eraan als je dat een paar keer doet? Want je... ik heb geluk gehad, maar in mijn sollicitatieproces ging het vrij soepel. Dus ik heb bij Jong Goffert gesolliciteerd en dat is toen gelukt. Vanuit daar, ik had toen dus een opdracht bij KLM. En ik wist dus, mijn 2-jarige contract loopt af. Dus ik moet weer op zoek, zeg maar, naar een nieuwe baan. Ja, 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 ja. Nou ja, en dan zit je dus al bij zo'n KLM. En dan raak je ook gewoon met de juiste mensen in gesprek. En dan is het toch een andere manier van weer aan een baan komen dan toen de eerste keer ik op zoek ging. In jouw baan zit je helemaal op jezelf? Ben je een solist of zit je in een groepje? Een team? Of hoe ziet de werkomgeving eruit? Zoals wel redelijk bekend is nu in het nieuws, gaat het niet heel goed met KLM. Nee, dat zijn zware tijden natuurlijk. Het zijn echt zware tijden, dus ik zat in een team van 6. Ja. Inmiddels is het team 3. Dus het is echt voelbaar. En wat zat er in de oude samenstelling? Zeg maar, toen jullie nog met 6 waren, wat voor mensen liepen er toen rond? Ja, dus dat zijn allemaal diezelfde functie, dus als Lean Six Sigma consultants. Mm-hmm. Dus we waren met z'n 6, het waren wel toch allemaal wel een stukje ouder dan ik. Dus ik was wel daarin echt het... De Benjamin? De Benjamin, echt zeker. Ja, ja, ja. Waren het allemaal ex-bedrijfskundestudenten of was de achtergrond divers van die 6 met wie je werkte? Dat durf ik heel eerlijk gezegd niet te zeggen. Dat is ook nieuwsgierig inderdaad. Als ze dan echt kijken naar mensen die bedrijfskunde gedaan hebben. Of als ze teams maken met mensen die echt een verschillende achtergrond hebben. Wat je bij KLM heel veel ziet is, omdat het zo'n groot bedrijf is. Er zijn mensen soms gestart op hun 20ste. Mm-hmm. En dan doen ze eerst rol A en gaan ze door naar B, naar C. Dus soms zijn ze al 20, 30, 40 jaar werkzaam. Dus dan wordt het denk ik op een gegeven moment, als je al 30 jaar in dienst bent, zal niet meer vraag 1 zijn, welke studie heb je nou eigenlijk gedaan? Nee. Dus op een gegeven moment gaan toch andere dingen ook meewegen. Dus goede vraag. Ja. Ik denk dat ik eens met mijn collega's in gesprek moet. Want weet het, hoe moet ik me zo'n team voorstellen? Ben je daarvan afhankelijk? Kun jij, zeg maar, je werk niet goed doen als het team niet goed functioneert? Of loopt dat nogal los? Nee, we zijn een team en soms zijn er opdrachten eigenlijk die we samen oppakken. Maar vaak zijn het ook opdrachten die je alleen doet. Mm-hmm. En daarin niet alleen als in, ik ben helemaal alleen in het... In het project natuurlijk, maar eigenlijk zijn we gewoon een soort van clubje waar je om advies kunt vragen. Dus stel, ik ben ergens een manager en ik zie gewoon, volgens mij kan dit proces sneller, of het proces moet misschien ook sneller, of kan het op een andere manier. Dan wordt er dus zo'n aanvraag ingediend bij ons team van, we willen graag kijken naar proces A. Is er iemand beschikbaar? Zodra dus iemand uit ons team dan beschikbaar is, ga je daar naartoe. Mag je dan even nog zelf kiezen met wie je samen doet? Mag je voorkeur uitspreken of werkt het zo niet? Wordt er gezegd van, je gaat het gewoon samen doen met mevrouw Jansen? Het ligt er gewoon echt aan wie er ook beschikbaar is. Als de rest van het team al helemaal vol zit met allerlei opdrachten, zal je dus niet zo snel nog iemand erbij trekken. Soms werkt het ook heel goed om het juist met z'n tweeën te doen. Ja. Dus dat gebeurt wel. Is het iets waarop je vindt dat je daarop voldoende getraind bent tijdens de bedrijfskundeopleiding? In zo'n team functioneren? Dus soms alleen, soms in een team? Ja, dat is in mijn beleving van hoe ik het ervaren heb. Bij bedrijfskunde zijn er best wel wat opdrachten die je in tweetallen doet, drietallen, viertallen. Dus dat teamwork is wel vrij essentieel. En daarin heb ik ook wel gemerkt, soms werden de groepjes gewoon toegewezen. Mm-hmm. Dus dan kies je niet zelf de mensen uit. En dat wrijft soms, weet je, dat levert echt wel eens wrijving op. Ja. En dat is denk ik ook gewoon wat gebeurt in de praktijk. Soms werk je gewoon samen met mensen die je misschien zelf niet zou uitkiezen. En daarin zie ik zeker wel de parallellen ook met wat je leert in bedrijfskunde. Ja, dus, het is een beetje een fact of life. Je hebt niet alles zelf voor kiezen. Zowel in de studie niet als in het werkzame leven niet. Absoluut. Wat vond je nou echt leuke vakken tijdens het programma? Je hebt operations, primaire processen heb je dus al genoemd. Wat vond je nog meer leuke vakken? Bedrijfskundige vaardigheden was echt... Het eerste jaar, zo'n traject met allerlei praktische soft skills zit erin, denk ik. Een stuk soft skills. Maar gewoon het leuke is, je komt binnen op een studie. Het is allemaal vrij nieuw. En natuurlijk, de een kiest om bij een studentenvereniging te gaan, de ander niet. Maar dat je toch het gevoel hebt dat je ergens in een klas zit. Mm-hmm. Dus wekelijks kwam je bij elkaar en daarin train je ook praktische dingen, zoals bijvoorbeeld Excel. En denk ik, als ik nu terugkijk op mijn studie, denk ik, dat zijn echt vaardigheden die heel concreet
die ik heel concreet hier geleerd heb, die ik nu nog in mijn dagelijks leven terugzie. Oh, dat is wel grappig. Ja. Ja, dus dat blijven dingen, ja, dat zijn dingen die me dan bijblijven. En misschien meer dan bepaalde vakken. Dat als je me nu een vak zou noemen, dat ik dan wel even moet denken van wat heb ik ook alweer geleerd hoor. Dus dan toch, ja, ook soms best theoretisch. Ja, en dan, ja, ja. Zaten er ook vakken in de opleiding waarvan je destijds dacht, wat moet ik daar nou mee? Dit gaat helemaal niks worden. En dat je nu zegt, nou, zo gek nog niet. Komt dat voor? Ja, nou, in het eerste jaar ja, moet je ook gewoon een basis leggen. En hoewel dat tegen je gezegd wordt, blijft het lastig als je er daadwerkelijk in zit. Dus een vak als methodologie, mm-hmm. waarin je gewoon leert over hoe werken wetenschappelijke artikelen. En ja, dat op dat moment dacht ik niet, dit is de droge kost, denk ik, voor een jonge student, of niet? Dat is niet het leukste vak. Mm-hmm. Maar ja, later als je je scriptie schrijft, dan besef je weer dat nodig was om die basis te leggen. Maar ja, daarin kun je, als je er achteraf op terugkijkt, is het helemaal oké. Okay. Maar zodra je die paar maanden dat vak aan het volgen bent, dan is het soms wel even tandjes op elkaar. Ja, ja, ja. Ja, wij weten natuurlijk hoe het programma in elkaar zit. We hebben er bewust voor gekozen om het bedrijfskundeprogramma een brede opzet te geven. En wat je in bedrijven ziet, al die functionele gebieden. Ja, je zit in de marketing of in de operations of in de finance, et cetera. En dat vind je dus ook heel duidelijk terug in het programma. Dus je krijgt van al die vakken wel wat. Het zou mij verbazen als iedere student al die vakken leuk vond. Volgens mij komt dat niet voor. Dus we zijn eigenlijk al lang tevreden als een student zegt, ja, ik heb van alles gezien, vind lang niet alles leuk, maar er zaten wel een paar tussen die vond ik wel leuk. Ja. Dat gaat hem dan dus waarschijnlijk worden, ook in de toekomst. Dat gold voor jou dus waarschijnlijk ook. Dat je absoluut een beetje afstreept, zeg van, nou, carrière weet ik het, in de finance, dat is niks voor mij. Ja. Maar innovatie of procesjes regelen, dat zou hem wel eens kunnen worden. Absoluut, ja, dat is echt hoe het voor mij heeft gewerkt. Ja, grappig is dat. Ja. Ja, we blij om te horen dat het door meer mensen ook wel zo ervaren wordt. Ja. Waren er vakken waar je echt een bloedhekel aan had? Durf ik bijna niet te zeggen. Nou, je mag het dus zeggen. Maar het verschil per student. Het hangt helemaal vanaf wat je nu doet. Zeg maar, wat voor de ene niks was, is voor de ander fantastisch. Ja. Dus spreek je gerust vrij uit. Nee, kijk, het vak echt wiskunde aan zich. Ja, dat is toch ook gewoon, je maakt sommen en daar ontbreekt een beetje context. Dus als je inderdaad daarmee bezig bent, ja, dan is dat ook niet het allerleukste om te doen. En had jij nog geluk dat je redelijk slim was in wiskunde, zei je helemaal in het begin, hè? Ja, dus het ging op zich prima. Maar toch, dat zodra dingen meer context krijgen, dus dat vond ik bijvoorbeeld inderdaad bij dat vak primaire processen. Daar ben je ook met berekeningen bezig, maar daar heb je gewoon een bepaalde context. En dan kun je veel beter begrijpen waar het over gaat. Krijgt die wiskunde een plaatsje, denk ik, hè? Precies. Ik denk een deel van die wiskunde die toen betrekkelijk droog was, die komt daar terug en dan ga je hem toepassen. Zeg maar het theoretische, en dat is dan toch een stukje taaier. En dan inderdaad, zodra je het in een context plaatst en je krijgt er beeld bij, wordt het echt wel leuker. Ja. Als ik het zo hoor, zo jouw verhaal is een beetje een ontwikkeling, zeg maar. Nou, op middelbare school begin je eens na te denken. En dan streep je een paar dingen af, dat zou kunnen. En dan loop je zo'n studie binnen, weet je ook niet precies. Maar zo langzaam maar zeker tekenen zich die contouren af. Ja. Een master. Heb je overwogen om te stoppen na de studie, na het bachelor? Dus om geen master te doen? Nee, eigenlijk niet. Waarom niet? Nee. Goeie vraag. Het voelde voor mij echt als een logische stap. Misschien ook een beetje als je je zwemdiploma A hebt, dat je ook vaak toch maar doorgaat voor B. Omdat de meerderheid het misschien doet. Omdat, je hebt het er met elkaar over. Je denkt misschien dat je ook met een master beter in de markt staat of sterker. Ja. Ja. Nou ja, we weten ook zelf het antwoord op die vraag. Zeg maar. We weten dat de gemiddelde Nederlandse werkgever die een academicus in dienst neemt, toch heel graag iemand heeft die behalve een bachelor ook een master gedaan heeft. Ja. Anders had je ook wel iemand van het HBO kunnen doen. Dat is ook een bachelor titel en hebben ze 4 jaar gestudeerd. Dus vroeger waren programma's natuurlijk 4 jaar. Een beetje doctorandus. De gegrimmelde werkgever heeft dat nog steeds in het achterhoofd van het is pas af als er ook een master bij zit. Dus voor de Nederlandse markt is dat denk ik wel een beetje een must. Ja. En heb je overwogen om de studie even te onderbreken, om wat tegenwoordig heet een gap year te nemen? Dus een jaar niet studeren en dan weer terugkomen? Heb je dat overwogen? Niet concreet. Wel, tuurlijk, wat je zegt, het komt veel voor. Dus in mijn omgeving dat ook wel veel gezien, gehoord. Zelf niet gedaan. Wat precies de redenering daar voor mij is. Ik ging gewoon lekker, ging gewoon door. En ik werkte naast mijn studie, dus alles ging gewoon
Ja. Lekker door. Nee, ik hoor wel van meer studenten zeggen, nou, je zit op een gegeven moment, als je aan het studeren bent, zit je in een flow, hè? Ja. En als je dan eruit gaat, ja, dan is die flow misschien wel weg. En dan, ja, is het misschien niet even makkelijk om je master netjes af te maken, want als je helemaal uit de studierippen bent, ja, kom er maar weer eens in terug. Dat, ja, ik zou niet weten hoe dat is, maar het lijkt me echt best wel pittig. Ja, 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 ja. Maar dat betekent dus dat je betrekkelijk jong de arbeidsmarkt opgegaan bent. Ja, volgens mij was ik 23. Kijk, ja. Moet je toch heel lang werken tegenwoordig voor je pensioen. Ja, nee, ik denk ook echt gewoon, de ontwikkeling stopt ook niet zodra je aan het werk bent. Mm-hmm. Hetgeen wat ik nu doe, daar leer ik veel van. Is dat de plek waar ik mijn hele leven wil zitten? Nee, ook niet. Dus... Ik wou het net vragen, zeg maar, hoe ziet de toekomst eruit? Zeg maar, ga je hele carrière voor KLM werken? Ja, KLM is groot zat, zeg maar, voor je, ja, alle afdelingen gehad hebt, dan kun je toch een heel gevarieerde carrière hebben gehad. Ja, maar ik weet niet wat je plan is. Absoluut waar. Hm. Nou, ik heb het niet uitgestippeld voor de komende, ik weet niet hoeveel jaar ik nog moet werken, 40 plus jaar. Ja, nog een hoop. Nee, omdat KLM zo'n groot bedrijf is, ik zit nu best wel ver richting de achterkant, dus het IT-stuk. Het lijkt me erg leuk om ook nog eens een keer meer richting de passagiers te kijken. Toch dichter bij de vliegtuigen te zitten. Mm-hmm. Dus daarin zie ik nog wel mogelijkheden om qua misschien dezelfde rol, maar dan op een andere plek. Ja. Ik ben nog wel op een punt waarin ik bezig ben met, ik wil nu nog graag een soort van verdieping hebben. Dus meer specialisatie, meer vakinhoudelijke kennis opdoen. Dus nog een beetje de student in je nog dus. En dan denk ik, programmeren. Misschien wil ik wel gewoon eens een keer echt mezelf daarin verdiepen. Ik denk dus echt nog wel kennis vergaren. Mm-hmm. En nog niet gelijk een managementpad nu op te stappen. Want ik denk dat pad misschien later ook nog te bewandelen valt. Ja. Internationaal? Ik bedoel, KLM heeft een partner ergens in Frankrijk, hè? Klopt. Als ik me niet vergis. Ja. Dus 5 jaar in Parijs zitten. Nou, hoe ga ik het uitleggen? KLM heeft een eigen naam en daar werk je ook voor. Mm-hmm. Sommige dingen, omdat KLM en Air France zijn samengegaan, hebben gewoon een hele grote overlap. En IT is inderdaad zo'n plek waar dat voor geldt. Dus IT is eigenlijk een Air France-KLM omgeving. Dus ja, het werkveld waarin ik mij begeef is vaak Air France-KLM gerelateerd. Ja. Dus ik heb genoeg tripjes naar Frankrijk op en neer gehad om de collega's te bezoeken. Maar om echt te gaan zitten? Zeg van, ga eens even 5 jaar IT doen, maar dan vanuit de headquarters in Frankrijk. Er zijn collega's inderdaad die dat doen. Dat werkt goed omdat Hollanders hebben echt wel een bepaalde mentaliteit die gewoon anders is dan die van de Fransen. Mm-hmm. Wat ze soms doen is inderdaad een soort van uitwisseling. Dus inderdaad een aantal Nederlandse collega's voor een paar jaar in Frankrijk zetten en ook andersom. Mm-hmm. En dat, wie weet. Dat is goed voor mijn Frans. Ja, we gaan het zien. Maar je zou er niet tegenop zien. Het zou niet te spannend zijn. Nee, het lijkt me hartstikke leuk. En je voelt je er ook voldoende voor toegerust, zeg maar. Qua achtergrond, zeg maar. Je kunt wel tegen een stootje. Dat zou een afgestudeerde bedrijfskundige wel moeten kunnen. Ja, het kritisch nadenken met samenwerken met verschillende partijen, dus dat ik heb voor mijn gevoel echt genoeg in mijn rugzakje om misschien ook een keer zoiets te doen. Ik heb een beeld van hoe het zo met jou gegaan is, zeg maar. Goed. Vanaf de middelbare school in Oosterhout tot nu toe. Ja. Een idee van welke kant het ook op zou kunnen wandelen. Ja. Ik kijk eens even naar onze moderator. Die kijkt mee met de studenten die deze sessie volgen. Het kan zijn dat de studenten zijn die aanstaande studenten moet ik zeggen, die vragen hebben. Als dat zo is, dan hoor ik het graag. De vraag, ik zal maar even halen voor het publiek. Heb je nou veel aan de kennis die je hebt opgedaan van je studie? Dat is wel een beetje een gewetensvraag trouwens. Ja, nee. Waar het denk ik ook vooral om gaat, is gewoon die basis leggen. Dus wat je ook aangaf, bedrijfskunde is heel breed. Dus je krijgt een stukje marketing, een stukje over de menselijke kant van een bedrijf. Mm-hmm. Een stukje over de logistiek. Ik ben nu niet werkzaam in al die vakgebieden. Dat kan ook maar niet, ik weet, nee, gelukkig ook niet. Maar dat legt gewoon een bepaalde basis. Dus om een bedrijf te begrijpen en te begrijpen wat er in zo'n hele grote context gebeurt, daar heeft de studie bedrijfskunde mij een goede basis voor gelegd. Wat ik zeg, echt concreet, wat ik dan nu terugzie, dat zijn toch ook met name wel die praktische skills. Dus inderdaad het werken met Excel, met PowerPoint, met het samenwerken in groepen, dat zijn toch met name de skills die ik al nu het meest terugzie. Ja. Ik proef ook een beetje, dat had ik ook met de vorige alumni die ik sprak.
Er waren er meer die de start hebben gemaakt via zo'n traineeship. Dat is toch kennelijk een mooi ding. Een mooie springplank. Ja. Ik was dan even nu. Heb je tijdens je studie een stage gedaan? Of een exchange of een minor? Wat ik heb gedaan is, ik ben mentor geworden. Ah. Dus ik ben niet naar het buitenland gegaan. Ik heb geen stage gelopen. Dit was ook wel een beetje een uitzonderlijke... het is een minor, maar wel eentje die net iets anders is dan de andere. Ja. En dat betekent dus dat je mentor wordt van dus inderdaad die klas eerstejaars studenten. Dat zijn dan klasjes van ongeveer 20, 30 man. Ja. En daar sta jij dan voor te presenteren. Dus jij zorgt dat die uurtjes in de week gevuld worden met dus de inhoud over... een stukje wennen aan de studie, presenteren, dus die Excel-vaardigheden. Dus dat leer je dan weer aan eerstejaarsstudenten. Ja. Ik weet dat eerstejaarsstudenten, zeg maar, dat vaak hoogelijk waarderen. Ja. Maar ik hoor ook wel eens dat de mentor zelf net zoveel van dat vak leert als de eerstejaarsstudenten. Ja, en dat is leuk dat je het zegt. Hetgeen wat ik daar echt heb geleerd is... je bent student en soms weet je, ik heb om 9 uur college, maar de avond ervoor had je ook wel een hele gezellige avond. En dan ga je toch naar college, maar dan zit je naast iemand en dan raak je gewoon in gesprek over de avond ervoor. En dan zit je lekker te kletsen, want soms ben je best wel anoniem in zo'n grote zaal. Zit je gewoon te kletsen tijdens college? Dat heb ik inderdaad wel eens gedaan. Ja. Daar heb ik mij schuldig aan gemaakt. Toen ik dus inderdaad in mijn derde jaar die minor had, waarin ik les gaf aan dus eerstejaars studenten, toen besefte ik echt heel goed hoe vervelend dat is. En toen dacht ik, sindsdien ben ik ook nooit meer naar college gegaan om een beetje half uit te slapen of met iemand bij te kletsen. Ik denk wel, dat heeft me zoveel bijgebracht over wat is nou de waarde van naar een college gaan als je er niet echt bij bent. Plus, er staat daar een professor of iemand heel veel liefde en aandacht te geven aan het vak en die wil je iets bijbrengen. Dat het echt niet zo netjes is als jij... Niet goed oplet in college. Ik zie dat onze moderator er ook om moet lachen. maar ik weet niet of ze nog meer vragen heeft vanuit het publiek. Gaan we even kijken. Wat is het meest bijgebleven van je studententijd in het algemeen? Wat is het meest bijgebleven van je studententijd? Dus dat is niet alleen de studie. Ja, vooral de vrijheid die je hebt. Want waar ik nu in het stramien zit van 9 tot 5 ongeveer ben je aan het werk... Ja, als student heb je zo'n ander leven. Soms begint je college om 3 uur. Ja, dan heb je dus de hele ochtend om zelf in te vullen. En het is heel erg fijn dat je soms gewoon op maandagmiddag denkt... ik ga vandaag eens koffie drinken met een vriendin of ik ga winkelen. En dan weet ik dat ik misschien vanavond wel hard aan het studeren ben. Maar gewoon de vrijheid in hoe je je week invult. Ik heb dat echt zo fijn gevonden... Het is wel belangrijk, je leven is natuurlijk heel erg voorgestructureerd als je nog op middelbare school zit en met de studie verandert. Dat je wordt verantwoordelijk, dus als je geen boodschappen doet, heb je geen eten. Als je wasmachine niet volstopt, heb je geen schone kleren, et cetera. En je kunt kiezen, tijd is er maar één keer. Je kunt studeren, andere dingen werken, ik snap dat wel. Het is zo fijn en het is gewoon zo'n levendige omgeving, alle mensen om je heen hebben een beetje, zitten in dezelfde fase, hebben dezelfde dingen die gebeuren... de weken dat je gewoon college volgt is wat rustiger. En naarmate die tentamenweek dichterbij komt, dat je jezelf net even wat meer gaat opsluiten. En je weet dat de mensen om je heen dat ook doen. Dat schept gewoon zo'n ontzettend leuke band. En daarna weer samen feesten, omdat je je tentamens hebt gehaald. Dat is gewoon een mooie ritme om te volgen. En dat, als ik daar nu op terugkijk, denk ik dat vind ik wel. Dat was hem. Ja, dat is heel leuk aan je studententijd. Ja. Nou, dat lijkt mij een mooie afsluiter, tenzij er nog dringende vragen zijn. Dankjewel Annemiek. We hebben heel veel over jou geleerd, maar ook over het hele proces, de studie, ook je werk. Ik denk dat het super interessant is. Ik zou zelf graag zoiets horen als ik moest kiezen wat voor studie ik ga doen. Ik leer eruit dat je echt nog niet van tevoren hoeft te weten of precies hoeft te weten wat je wilt. Ja. Nergens voor nodig. Er is tijd zat om erachter te komen wat je leuk vindt, waar je sterktes liggen en daarop voor te sorteren. Ja. Ik denk dat dat nuttig is. Dus ik wil iedereen bedanken die deze sessie bijgewoond heeft. Ik hoop echt dat jullie er wat van opgestoken hebben. Dat echt een beeld geeft. De studie, de weg naar een carrièrepad. Veel succes als je in je laatste jaar van het VWO zit met de aanloop naar de eindexamens. En maak straks een verstandige keuze. Wat ga ik studeren en waar ga ik studeren? Dank jullie wel.